Dit is een bespreking van het derde stukje van paragraaf 44 van Apurba Condita, boek 21. Aan het woord is nog steeds Hannibal. In het voorafgaande heeft hij gezegd dat de Romeinen aan de Carthagers de wet hebben voorgeschreven. Ze mogen niks meer doen zonder dat Rome dat goed vindt. En in de komende tekst gaat hij een fictieve sprekende Romein opvoeren. In het Latijn kan een verbod worden uitgedrukt door de conjunctivus van het perfectum, zoals hier dit transire is. Transire betekent oversteken, perfectum is transii, ik heb overgestoken. Transiris is daar de jij-vorm van de conjunctivus van. Natuurlijk in de conjunctivus met de ontkenning nee, dus transiris moet je vertalen met je moet niet oversteken, steek niet over de hiberum, dat is de ebro. Hannibal doet dus hier alsof een Romein tegen hem spreekt. Nequit rei tibi sit cum saguntinis. Na nee betekent quit, betekent aliquid, dus iets. Letterlijk staat er iets als laat er voor jou niet iets van zaak zijn. Cum saguntinis, met de Saguntijnen, met de inwoners van Saguntum, heb ik vertaald met bemoeien niet met. Hannibal geeft hier ook dan antwoord, een bekende retorische truc. Bij de Ebro of aan de Ebro is Saguntum, en het is een vraag, dus ligt Saguntum dan aan de Ebro? Bedoeling is natuurlijk, nee, dat ligt er ver ten zuiden van de Ebro, dus in onze invloedssfeer. Nusquam te vestigio moveris, daar heb je weer zo'n conjunctivus van het perfectum. Je moet niet bewegen, je moet jezelf niet bewegen, je moet jezelf nergens bewegen. Vestigio in de ablativus vanaf je voetspoor, betekent het letterlijk van je plaats, dus je moet op je plaats blijven. Dan stelt Hannibal een vraag, parum est quod veterimas provincias meas et cetera, daar staat het vraagteken, is het dan te weinig, heb ik parum is eigenlijk te weinig of weinig, is het dan niet genoeg, heb ik vertaald, quod, dat, jij hebt weggenomen, altemisti, daar is de tekst gerepareerd, daar moet wel een jij-vorm in het perfectum staan, is het dan te weinig, dat jij hebt afgenomen van mij natuurlijk, mijn erg oude, veterimus is de superlativus van vetus, oud, mijn erg oude provincia's, mijn provincies, Sicilië en Sardinië. Hannibal verwijst weer naar het einde van de Eerste Punische Oorlog, waar Carthago die twee eilanden aan Rome verloren had. Is dat dan niet genoeg dat je dat al gedaan hebt, vraagt Hannibal hier. En je neemt ook nog, etiam, je neemt af, ook nog de Hispania's, de Spanjus. De bedoeling is de Spaanse provincies die Carthago in ieder geval nu nog heeft. En, zie in de Cesaro, als ik vandaar, dus uit Spanje, zal zijn weggegaan, dit is een futurum exactum, als ik uit Spanje wegga, in Africam transcendes. Transcendes futurum, dan zul jij oversteken in Afrika, naar Afrika. Transcendes autem. Autem geeft hier aan dat een spreker iets zegt wat hij eigenlijk niet had moeten zeggen. Wat zeg ik? Transcendes, je zult oversteken. Transcendisse dico, ik zeg dat je al overgestoken bent. Je bent al in Spanje. En dat legt hij in de laatste zin van dit stukje uit. De twee consuls, Huius Anni, van dit jaar. Hè, elk jaar werden twee consuls gekozen. Aan duo's kun je zien dat dit een leidend voorwerp is. Miserunt is het de persoonsvormen. Onderwerp zijn de Romeinen. Ze hebben de twee consuls van dit jaar. Die hebben ze gestuurd. Eentje naar Afrika en de ander naar Spanje. Ze zijn ons aan het aanvallen, zegt Hannibal hier. Nihil usquam nobis relictum est. Niets relictum est is overgebleven. Ergens usquam, we hadden net nusquam, dat is nergens. Usquam is ergens. Niets ergens voor ons is overgebleven. Nisi, behalve dan, quod dat wat. Wij verdedigd, wij beschermd zullen hebben, futurum exactum is dit, met onze wapens. Als wij niet terugvechten, zegt Hannibal, dan verliezen we alles aan die Romeinen.